Ik ben 18 meter hoog, een octagonale prisma. Ik lijk op een vuurtoren, maar dan een vuurtoren die niet functioneert als vuurtoren. Maar ik word zelden gezien, hoewel ik groot en wit en rood ben. In het donker brandt er zelfs licht in mij. Ik straal. Ik straal. Maar voor wie? We gaan een oproering verzorgen. Een oproering? Zo noemen wij onze optredens. Omdat we het publiek zeker niet ongeraakt achterlaten. Want hoe moet ik het noemen wat jullie doen? Eigenlijk ja, je zou kunnen zeggen poëtisch muziektheater. Ook al klinkt dat weer alsof je eerst naar de kapper moet. Voordat je bij ons kunt komen kijken. Maar wat wij doen is voor iedereen te begrijpen zonder dat het nou plat is. Haar witte trouwjurk is bevlekt. Het is tijd dat hij weer vertrekt. De verkeerde voor het altaar. Het is triest. Het is cynisch. Het is waar. Eigenlijk spelen we het nummer geen één keer precies hetzelfde. En dat is voor mij als niet-muzikant wel eens moeilijk. Maar zodra wij het idee hebben, we staan precies hetzelfde te doen als gisteravond. Dan is denk ik al gauw de lol eraf. Als het altijd hetzelfde is, ja, zet dan een cd op. Ja. Of ga een mooi klassiek stuk We zijn niet spelen. Aan het reproduceren. Ja. Nee. We zijn op dat moment aan het maken, ook op het podium. En dat kan gewoon op het moment dat een woord anders valt in het metrum, dan zal dat ook bij ons iets triggeren van we zullen dit doen of gaan we dit doen. En soms kijken we elkaar aan van zullen we dit toch wat langer doen of gaan we dit toch wat korter doen. Of er is wat meer ruimte voor de solo, zullen we dit nog... Op die manier proberen we elkaar aan te vullen, denk ik. Ja. En in te vullen wat noodzakelijk is voor de toehoorder. Niets vermoedend lag ze daar. Dat lieve meisje met haar geverfde haar. Pas toen ik met een bijl haar kop afsloeg, merkte ik dat ze roze sokjes droeg. Maakt dit ook de poëzie wat toegankelijker voor het grote publiek? Wat ik zelf eigenlijk al zeg, en ik wil daar niet dichters afkraken, want dan kraak ik ook mezelf af. Maar dit maakt het weer wat levendiger en toegankelijker. Het is niet een spreekbeurt waar je bij bent, zeg maar. Kijk, en iemand als Sjoerd Deelde, dat is een uitzondering. Die heeft zoveel energie en ook gedoe tussendoor. Maar de meeste dichters, die dragen voor. That's it. En een beetje goede spreken, die zorgt dat hij onder het kwartier blijft. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd, maar iedereen voelt zich bekocht als ik zeg van jullie moeten zoveel geld betalen. En ik zeg, nou, kwartier, mooi. Dat was hem. Dus je moet toch een uur, anderhalf uur vullen. En ik vind dat zelf niet aantrekkelijk genoeg. En op deze manier wel? En op deze manier, voor zowel het publiek, als, even puur vanuit mezelf geredeneerd, als voor mij. Ik heb er weer zin in om iets met teksten op een podium te doen. En dat komt gewoon puur door de samenwerking met deze mannen. Hij weet nu wat hij toen nog niet wist. Ze is ziek, borderliner en narcist.